algemeen is dat hier weiland en hooiland. Dus dat komt regelmatig onder water. Vandaar dat men hier in feite ja, een win-win situatie had. Enerzijds kon men het overtollige water op een nuttige manier gebruiken. Want het is, ja, het is in de jaren 60 in feite dat dat idee opgekomen is. Want dat waterproductiecentrum is er maar gekomen. In het begin van de jaren 70 is men daaraan begonnen. Van waar halen wij nu in feite ons water? Wel, ons water komt voor een klein gedeelte uit het Blankaardbekken. Ik heb dat al aangewezen. En voor het grootste stuk, 75-80%, komt uiteindelijk uit de IJzer. Dus wat hebben we hier? Dat is het Ringkanaal. Dat is een kanaal dat rondom het waterproductiecentrum ligt. Dus het Ringkanaal, langs van die kant gaat, dus het water capteren, zoals we dat noemen, uit de IJzer. En ook voor een stuk uit de putten van Nieuwkapelle. Dus, want die putten van Nieuwkapelle zijn in feite ontstaan omdat men het zand hier nodig had om dat productiecentrum te kunnen maken. Dus dat is eigenlijk een wisselwerking bij manier van spreken. Dus ook aan het water dat er daar nu in staat, dus gaat via een sifon onder de IJzer en wordt hier gekanteerd. Dus ja, dat water komt hier toe. Al dan niet vervuild. Mensen die hier al waren, ik heb gezien tot welke vulligheid dat er in feite in dat water zit. Dus we vinden hier van alles in dat water, we vinden hier takken in dat water, we vinden ja, mensen die plastic in dat water smijten, noem maar op, je kunt het zo gek niet bedenken, of dat komt hier in dat water terecht. Dus wat is de eerste fase die we hebben? Dat zijn de werking van de zeven. Dus en de zeven die zijn hier. Grove zeven. Die grove zeven. Nu zijn de mensen hier aan het werk omdat er een defect was, dus die grijpmachine was geblokkeerd. Vroeger was dat een ander systeem, dus als de zeven vol zaten, bij manier van spreken, was er een borstel die daarover hing en die zeven reinigde. En het vuil kwam langs de andere kant terecht. En als ze daar een hoop vuil hadden, moesten ze dan met mankracht weghalen. Nu is dat niet meer nodig. Hè. Nu zorgt die grijper daarvoor. Dus dat is volledig automatisch. Hè. Je moet niet denken dat die mensen hier dag en nacht staan om die grijper te bedienen. Hè. Dat is niet waar. Hè. Dus als die zeven vervuild zijn, is dat met een oog en die grijper gaat automatisch weg. Dus zij moeten daar in principe niet aankomen. Maar nu zijn ze bezig met uittesten om te kijken of dat volautomatisch systeem dat zal voortwerken. Dus hier heb je die grove zeil, die grove zeven, die dus zorgen voor een eerste zuivering. Daarachter heb je dan nog, alles is hier in het tubbel in geval van pannen, zodanig dat men op de dat dan ook, dus via het vuil van die fijne zeven, komt dan ook via die groep in die dus voor de grote zeven gebruikt men voor het af te schrapen die grijper en voor de fijnere. Een politicus geweest van Israël die verklaarde, het was wel een botade, moest Christus terugkomen en hij komt in Cana, zouden we niet vragen dat hij water in wijn verandert, maar dat hij wijn in water verandert. Omdat dat nu zo belangrijk is. Hè, want dat is, ja, dat is het grote probleem voor de toekomst. Verdubbelt de vraag naar het drinkbaar water. Dus, maar natuurlijk, dat wij bij ons thuis, wij drinken niet meer en die 20 jaar, maar we mogen niet vergeten, dus dat ook de industrie daar natuurlijk een enorme vinger in de pap geeft. Hè. Want het productiecentrum hier noemde vroeger het Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. En dat is ontstaan in feite uit de Maatschappij voor de Waterleiding. En die Maatschappij van de Waterleiding die bestond 100 jaar. Dus later is dat de Vlaamse Maatschappij geworden, maar nu, sinds 2013, noemt men dat nu de Watergroep. Zelf, het waterproductiecentrum, dat is het werk van de Belgen. Waarom hebben de Hollanders dat hier gedaan? Wel, die zijn vertrouwd met waterwerk. Hoe zit dat in elkaar? Dat bekken is in achthoek. Achthoek. Waarom in achthoek? Je kunt zich de vraag stellen waarom in achthoek? Wel, dat is veel beter bestand tegen de druk. Veel beter of in een cirkel. Hè? Dus dat is eenzaam. In achthoek. Met acht zijden uiteraard, iedere zijde 350 meter. Dus de omtrek van het ganse spaarbekken is een kleine 3 kilometer. Dus middenin staat er ook een grote muur van meer dan 450 meter. Wat de bedoeling is om dat water gans de tour te laten doen. Ik vertel u dat hier, ik zal het misschien straks nog herhalen, maar ik wist ook niet hoe groot dat de groep zou geweest zijn. Dus maar mijn klein groepje kan er wel aan. Dus de bedoeling is dat dat water eigenlijk gans de tour doet van dat spaarbekken. Waarom is dat belangrijk? Wel, hoe langer dat water in dat spaarbekken blijft, hoe meer dat de natuur aan zelfreiniging kan doen. Biologische reiniging. Hoe zit het in elkaar? Het bekken zelf
De muren zijn 6,5 meter. Maar er zijn maar 5 meter die kunnen gebruikt worden als bekken. Wat zit er daar in de grond? In de grond zit er meer rondom rond. Dus de fundamenten van die muur, dat zijn niet echt geen fundamenten, dat zijn palen. Palen, meer dan 5000 palen, 5200 palen zitten erin. Die 13,5 meter onder de grond zitten. Dat is een diameter van 42 centimeter. Dus daarmee, die palen, dus iedere keer heeft men die palen verbonden met muren. Hè? Zodanig dat dat in feite de fundamenten zijn. Wat zit er daar nog in? Wel, je kunt dit in feite vergelijken als, ja, dat is een heel eenvoudig gesteld, een laag van 30 centimeter zand, daarop een, ja, een grote plastic zak, zal ik maar zeggen, een polyethyleen, dus een kunststof van 60 hectare oppervlakte. Straks gaat u een idee hebben wat dat betekent, 60 hectare oppervlakte. Dus dat zijn grote repen die aan elkaar gelast geweest zijn, hij heeft dat daarin gelegd, daarboven terug 30 centimeter zand en dan nog een keer 30 centimeter kiezel. Onderaan zitten meer dan 20.000 vierkante meter damplanken. Dus ja, damplanken, waarom? Wel om te beletten dat ongedierte in dat bakken komt. Dus dat ratten in dat bakken komt. Dus om dat af te schermen. In de muren zelf zitten er meer dan 20.000 kubiek beton. Enfin, dat zijn cijfers, dat zijn waarschijnlijk niet veel. Hè? Dus ja, we kunnen nu hier de trap op, hetgeen dat je te doen. Dus dan kan die poort open gedaan worden, naast die trap. Het blankaarbakken. Hier hebben we de zevende, dus een eerste reiniging. En dan komt het hierin en wordt het omhoog gepompt in het bakken door die 6 pompen die je daar ziet staan, die blauwe pompen. Die blauwe pompen die hebben een capaciteit van 1800 kubiek per uur. Ik weet niet goed als u realiseert wat dat is. Dat wil zeggen een kilometer 800, iedere keer kubieke meter water. Dus dat is een massa water dat iedere pomp per uur in dat bakken kan pompen. Dat is iets enorm. Achter de afscheidingsmuur, dus hier, we noemen dat hier het ruw water dat hier binnenkomt. En achter de afscheidingsmuur noemen we dat de helft in feite van dat bakken, de bewaarkamer. Ja, hè. Half waarvan 5 meter bruikbaar. Dus met andere woorden, dat is ja, 1,5 meter dat ze verliezen. Dus met die 60, met die 30 en 30 en 30. En ook, men kan het ook niet vullen tot op de boord. Hè. Want ik kan u verzekeren, als het hier serieus waait, dat hier precies een storm is. Hè. Dus je gaat hier niet kunnen opstaan hoor. Want dan vliegt dat water er werkelijk over. Dus men kan in feite het bekken niet vullen tot op het nippertje, zal ik maar zeggen. Dus 5 meter bruikbaar. Dus ja, voor de mensen die hierop kunnen tellen, 60 hectare maal 5 meter. Een hectare, 10.000 vierkante meter. Hoeveel kubiek zit er dan in? Niet allemaal tegelijk, hè? Dat is een nulletje te kort, jongen. Dus dat is 3 miljoen kubiek. 3 miljoen kubiek, ik weet niet goed als u weet wat dat is. 3 miljoen kubiek, dat is 3 miljard liter water dat er in dat bakken zit. Ik weet niet of ze nog herinnert, enkele jaren geleden is er daar een ramp gebeurd in Hongarije. Met dat vuil dat Hanse dorpen overspoeld heeft. Dat bekken had daar een inhoud van 750.000 kubiek. Met andere woorden, dat is hier 4 keer zo groot. Dus en als u daar herinnert wat dat er gebeurde, als er daar een bres in kwam, dan kunt u zich voorstellen wat er hier zou gebeuren, moest er hier een bras inslagen worden. Hè. Goed. Daar een pomp in werking bij dat ik zie. Dus dat water, heeft een vals beeld. Het komt eigenlijk niet via die blauwe buis, maar het komt wel via dat gat naar buiten. Dus waar je die ladder ziet staan. Als je die ladder ziet staan. Hè. Dus dat water verspreidt zich over die bak. Eerst. Het is natuurlijk het geweldigst waar het uitkomt, omdat die ladder is. En het verkalmt naar de uithoeken. Naar de uithoeken verkalmt het, met andere woorden, het slijk, het vuil, dat in dat water zit, gaat al bezinken voor een stuk in de uithoeken van die bak. Dus het broebelt het meest geweld, zit natuurlijk waar dat die ladder is. En dan
Een keer, dus, dat is al een eerste bezinking, zal ik maar zeggen. Dus dan loopt het over de reling of over die muur en zo komt dat in dat bakken terecht. Versta je? Dus en zo heeft iedere, dus iedere keer dat je ladder ziet, correspondeert dat met een van die blauwe pompen. Meneer vraagt hier, hoe komt dat dat de toer doet? Wel, dat is heel simpel. De pompen om dat water naar daar te brengen, die zitten langs die kant. Dus hier wordt dat aangezogen, dus is het verplicht om de toer te doen. Hè? Dat kan niet anders. Wat staat er hier? Ze zijn er, je moet maar hier voor één keer gaan kijken. Hier staan roterende zeven in die bak, in die groene bak. Staan er zeven, waar zijn ze deze bak met herstellen? Altijd kabbeling van dat water hier vooraan. Dat het nooit geen gelegenheid heeft om dicht te vriezen. Ziet je? En die machine staat hierin, in dat kotje. Dus, maar dat werkt nu natuurlijk niet, dat werkt alleen maar 's winters. Dat is een geval van vorst. Ja. Die ervoor zorgt dat dat water hier vooraan, langs die kant, in beweging blijft. En van achter mag het vriezen. Zolang dat niet dicht is, is dat geen probleem. En gaat dan naar die grote. Naar die grote bak die daar zit. Daar zo zijn er ook twee. Je ziet daar die machine draaien. Hè? Maar als je dat machientje ziet draaien, dat wil zeggen dat men bezig is met produceren. Als men niet produceert, ligt dat stil. In geval dat die pompen zouden uitvallen, hebben we dan nog een keer een hulp. De halve laagdrukpompen. Dus we kunnen in feite gans dat stadium in geval van nood overladen en rechtstreeks via het drinkkanaal het water via die pompen naar daar naar boven brengen. Dat is in geval van nood. Maar de normale procedure is gewoon dus dat die zes pompen. Dat zijn de Rijnwaterkelders. Dus de Rijnwaterkelders, die blauwe, dus boven, onder die blauwe bakken. Iedere zo'n Rijnwaterkelder, er zijn er ook twee, alles is hier in de tunnel. 4,5 kubiek kunnen we erin. Dus in de twee is dat 9 miljoen liter. 10 uur dat ze 's morgens om 6 uur leeg zijn. Dus ze moet niet vragen wat dat er aan water verbruikt wordt, want wij springen hier ook bij voor de kust. Hè. Want je moet goed bedenken, hè, ik zeg maar iets, Kokseide is ongeveer 20.000 inwoners, maar tijdens het seizoen is dat 140.000, 160.000. Die hele trillen, hè. In het jaar, in de winter van 93, geef men dan rap moeten daar placeren en schotten daarin schuiven, want men had hier een serieus probleem. Het stond hier allemaal onder water en het risico was zeer groot dat het waterproductiecentrum zou stilvallen. Dus dat het ook onder water zou komen. En vandaar dat men rap en men heeft dan ook nog muurtjes rondgezet. Want ik had een collega en die moest naar zijn werk komen via de helikopter, hè, werd die meegenomen. Ja. Dus men kon hier niet, al die boeren hier, dat was allemaal afgezonderd. Dus in het jaar 93, men heeft hier in feite aan het nippertje, aan een ramp ontsnapt, dat men rap heeft kunnen verzorgen dat dat water niet kon binnendringen in Hans dat gebouw hier. Of anders zat Hans de streek hier zonder drinkbaar water. Gaan wij scheikundige stoffen toevoegen? Dat vertel ik u straks, hè. Dat zal ook een antwoord zijn op de vraag van meneer. Waarom breng ik u naar hier? Omdat ik dat hier beter kan tonen. Als ik binnen ben in de installatie, kan ik dat niet tonen. Op een bepaald moment wordt dat slip afgescheiden. En dat slip komt hier in die bak terecht, in die onderste bak. Dat is de slipindikker. En die slipindikker is verbonden met modderpompen die daarop staan. Die twee bruine pompen die daar binnenin zitten. En die twee bruine pompen die zorgen ervoor, dus die modderpompen, dat die modder of dat slip naar de slip of modderpers. En ik vertel u dat hier, omdat ik, binnenin kan ik u dat niet tonen. Dus dat is die bak die in feite het slip verzamelt. Want die bezinkingsbekken die zijn gemaakt in een trechter. En het is de onderste tuit van die trechter die het slip naar die, zorgt dat dat naar hier komt. He? Maar de modderpers op zich heeft een druk van 300 kilo. 300 kilo, dat is iets enorms, op een vierkante centimeter.
Dus om, en wat is de bedoeling daarvan? Dus want dat is pap, hè, bij manier van spreken. Om die pap te reduceren tot, vaste stof. Dus, nee, zo compact mogelijk. Dus dat we in feite maar 20% nog over hebben. Van een massa van 100 wordt dat gereduceerd. Dus het water wordt eruit geduwd eigenlijk. Ik denk dat naar de boeren als grondverbeteraar. Maar dat mag niet meer. Nu gaat dat naar een biogasinstallatie, waar ze ook zwavelafvalproducten hebben. En dat ijzer dat daarin zit, zorgt ervoor dat het zwavel eruit gaat. Dus is dat ook een win-win situatie. Had hier ook een prachtig hoofd, hetgeen dat ik in het begin heb gezegd. Dus hoofdzakelijk hooiland en weiland. Hè. Dus het oppervlaktewater, dus dat hier overtollig is, wordt dus gebruikt als drinkbaar water. Dus je hebt eigenlijk twee manieren om drinkbaar water. De eigenschap dat dat zeer poreus is. Met andere woorden, daar zitten honderden, om niet te zeggen duizenden fijne kanaaltjes in. En daar leven bacteriën in. Dus en de ammoniak die in dat water zit, die wordt in feite gesplitst, bij manier van spreken, door die bacteriën die dus hun werk doen. En hoe komt dat? Wel, je ziet dat hier ronddraaien, want dat is verbonden met een buis waar dat er gaten in zitten. Dus een geperforeerde buis. En we spreken van een geperforeerde, roterende buis. Dus omdat ze ronddraait uiteraard. Dus en dat water wordt dus heel, die zijn heel ongeveer een dikte van 2 meter. En de doormeter van die kuip is 20 meter. Dus dat is alweer een eerste zuivering, zonder dat er ook maar iets toegevoegd geweest is tot bij dat water. Hè. Tot nu toe hebben we niks van chemicaliën toegevoegd. Dus enkel en alleen een mechanisch procedé, in die zin dat het water opgepompt wordt. Dat is het enige dat we tot nu toe gedaan hebben. Huizen die dus ronddraaien, die zorgen dat dat water ook maximaal, vandaar dat dat niet rap gaat, maximaal met de zuurstof in aanraking komt. Want zodanig dat we eigenlijk een zuurstofrijk water krijgen voordat het door die stenen gaat. Ook van groot belang. Wat is er daar te zien? Je zult zien, daar groeit gras op. Door zeven. Het is zodanig klein dat het zeer niks. Ja, te ruw zijn de manier van spreken op dat ding. Wat gebeurt er? Dat water stort tot toe naar beneden zitten en hier, in het midden, stort zich. Het is nog een keer gezuiverd. Dus je kunt dat nu een keer bekijken. Het is een smaak? Nee, ten eerste omdat we het nodig hebben. Moet je hem een keer laten doorgaan. Dan heb je een idee op hoe reus dat is. Dat is de volgende fase. Dus hier de zandfilter heeft een oppervlakte van 60 vierkante meter. Dus dat is 2 meter zand ook. Dergelijk zand zit er daarin. Dus ook met een speciale korrel. Het is niet om tegen welk gelijk zwak zand dat we daarin steken. Dus het moet een soort mengeling zijn tussen gewoon zand en rijnzand in manier van spreken. Onder die zandbekkens zitten er dan nog per vierkante meter 56 van die filterdoppen. Daaronder. 56 van die filter. Dus hier hebben we al een resultaat. Tenminste, zo komt het water erin. Ik kan niet veel meer doen, hè. Dus dat is voordat het in die eerste trechters geweest is. Dus, als het dan door hier doorgegaan is, ziet het er dan zo uit, want er is nog ver van drinkbaar water. Ja, dan hebben we de vlokkenvorming. Dus als het vandaar komt, dat is zo gezegd al gezuiverd water. Gezuiverd water. Maar we zitten natuurlijk met het probleem dat we nog met dat roest zitten. En dan gaat het hier door. En dan zit het er al zo uit. Dus dat roest is wel. Ook mangaan. Dus andere scheikundige stoffen die blijven in feite voor een stuk hier al achter.
Dus het gaat door die zandmassa, gaat nog een keer door die filters. Wat als die filters verstopt zijn? Dan hebben we een machine staan, ook een luchtpomp. Dus gaan we met een klein debiet daar water inbrengen, zodat dat het vuil dat hierin zit losweekt. Dan gaan we daar nog meer druk op steken, zodat dat begint te broebelen en te doen, dat dat eigenlijk allemaal heel goed gekuist wordt. En dan gaan we er nog een keer meer op steken, dat vuil, dat tenslotte zit dat vuil dan in dat bakken, dat vuil overloopt, en dan zijn we daar vanaf. En is dat ook gezuiverd. Dus als het door dat zand gegaan is, filter. Ook een anderhalve meter gevuld met dergelijke koolstof. Zo dus, ja, een meter lang. Dus dat water gaat daardoor. Eigenaardig, maar waar? Je zou denken dat het water zwart is natuurlijk als dat daardoor gaat. Dat is niet waar, hè? Moet dan maar even vragen aan mensen die zelf hun wijn maken. Hoe dat ze het vuil eruit krijgen. Ze moeten daar een beetje koolstof in doen. Dan gaat hun wijn zuiver worden. Niet zwart. Daaronder, onder die koolstoffilters, zitten nog een keer ook per vierkante meter 56 van dergelijke doppen. Dus om het laatste vuil, maar ook om de laatste geur ervan uit te halen. Want dat is de grote rol van die koolstof. Want we hebben daar ook al soms al een beetje chloor aan toegevoegd. Dus ja, dat moet dus daar ook uit. En als het naar de koolstoffilters is gekomen, ja, dan ziet dat er zo uit. Hè. Dus dat is al acceptabel. Hè. Dan kunnen we in feite overgaan naar het pompen en verdelen over het land. Klimatische voorstellingen van die werking. Dat is hier dus, dat wil zeggen, het mechanische, het technische. Hier ziet je dat heel mooi samengevat. Dus daar het kanaal, hè. Oppompen naar het spaarbekken via die zes pompen. Dan oppompen naar die biologische oxidatoren, ook klimatisch voorgesteld. En dan gaat het naar het verdeelkanaal, dus waar we die chemicaliën toevoegen. En daar naar die bezinkbekkers. Dus die bezinkbekkers, dat is een tractor. Hè. Dus ja, nu komt het doorpunt te binnen, een cascadesysteem. Dus het gaat van de ene naar de andere verdieping. Die dat weggevallen is, dat is die ozon, dat wordt niet meer gebruikt. Gaat het naar de koolfilters, dat ziet je daar, met die gevarieerde balk daarin. En dan naar de rijnwaterkelders. In het systeem staan die verklikkers om al te tonen aan de mechaniekers. Het is daar dat je moet gaan ingrijpen of het is daar dat er iets mankeert of iets niet marcheert. Dus dat is ook een schematische voorstelling. Dus daar hebben we bijvoorbeeld... kijk, dat is nu de druk dat op het water zit. Dus 5 kilo per... Dus waarom is dat hier zo tamelijk hoog? Maar wij werken hier niet aan watertorens. Hè. Dus de druk en dan net staan we verspreid. In het proces wordt een stalen genomen, dan wordt dat gecontroleerd. Dan wordt dat aan bepaalde normen genomen. En het is, moet niet denken dat ze hier kunnen mee foefelen, maar onverwacht wordt er hier ook nog controle gedaan. En van iedere fase, ik heb het hier al dikwijls gezien, komen ze van een onafhankelijk labo. Dus die stalen meenemen, nemen ze dat mee om te kijken of te controleren of dat voldoet aan de normen die opgelegd zijn, niet alleen door Vlaanderen, maar ook door Europa. En die modder gaat hier door. Dus door dat centraal gat. En die ranuren die zijn zodanig gemaakt dat het water dat eruit komt hier in die goot terecht komt. Wat ziet? Er is maar één gaatje. Hè? En, oh, lang, dan andere kant is er ook. Ja. Maar, ze kunnen ze draaien. Gaat die pres open slaan en die koepel van hier. Daar zijn ze. We hebben het al gezegd, 120 liter per persoon, waarvan drank en voedsel 5 liter waren.
De afwas 8 liter. 38 liter voor hygiëne, lichaamshygiëne. WC 43 liter. Voor de was 16 liter. Het onderhoud 10 liter. Dus eigenlijk ja, is dat heel weinig drinkbaar water dat wij gebruiken om eigenlijk werkelijk van te drinken. Hè. Dan een idee wat dat, want ik heb u verteld, is dat het nu ook watergroep noemt. Dus verdeeld over drie pijlers, dus drinkbaar water, ook afvalwater. Want nu zal het waarschijnlijk ook wel tot u doorgedrongen zijn dat de watermaatschappij hier alle belang bij geeft. Dus dat het voordat het hier in feite terechtkomt, al voor een groot stuk gezuiverd is. En hoe kan dat gezuiverd worden als ieder individueel ja, tracht zo weinig mogelijk te vervuilen. Hè? Want dat is, ja, dat is de beste oplossing. Nodig is om één auto te produceren. 1000 liter. 150.000 liter. Voor een auto te produceren. Voor 1 ton staal te maken. 1 ton staal. 840.000 liter. Dus dat is bijna 1 miljoen liter voor 1 ton staal te maken. Heb je een idee? Voor een kropje sla. Kropje sala. 2,5 liter. Voor alles, hè, voor alles. Hè. Dus om het resultaat te hebben, dus voor 1 liter bier te maken. 1 liter bier, 14 liter. 14 liter water. 1 liter bier te maken. Het is er nog niet. Nee, misschien ook interessant, interessant. Heel verrassend. Voor 1 kilo rundvlees. 1 kilo rundvlees. Ja, dat weten voor die koeien. 15.000 liter water. Voor een kilo rundvlees. Kilo rundvlees, voor 1 koe toon. Dus begint ja, van. Van kolf. En dan enkele richtlijnen natuurlijk om water te sparen. Dat het natuurlijk interessanter is om een douche te nemen in plaats van een bad. Ja. Dat spreekt voor zich. Dat het ook een keer interessanter is om een keer de kaarwas over te slaan. Ik had niet tegen kaarwas, maar als je een auto was met 2 emmers, heb je genoeg. En iedere buurt van een kaarwas is minstens 400 liter.